wij zijn heel erg blij dat we hier binnen zitten. Want wij zijn het hele vechtplantsoen af geweest, maar we hebben nergens een bakje koffie kunnen halen. Kan je vertellen waar we hier terecht zijn gekomen? Nou, dit is gezelligheidscafé Amira. Dit is echt een café van de buurt en voor de buurt. Welke mensen komen hier allemaal? Nou, het was divers in leeftijd. En ik bedoel, je hebt ook tv-schermen. Dus je hebt mensen die voor het voetbal komen. Je hebt andere mensen die komen voor gezelligheidsspel. Dus in die zin heel erg divers. Er worden hier ook dingen georganiseerd, begrijp ik? Nou, niet georganiseerd. Maar op het moment dat bijvoorbeeld een mooie voetbalwedstrijd op tv is, dan leeft dat bij iedereen. En dan vinden ze het gezellig om met elkaar hier te kijken. Omdat ze dan helemaal wild kunnen gaan en hun vrouw dat thuis niet echt apprecieert, denk ik. Dus, of gewoon niet zoveel voetbal houdt. Nou, dat kan ook. Ja, ik bedoel, uiteindelijk, dat kan ook een rol spelen. Dat zij de baas over de afstandsbediening is, inderdaad. Nou, terwijl wij aan de koffie zitten, mag jij ons eventjes vertellen wat je in het dagelijks leven doet? Ik heb een eigen advocatenkantoor in Amsterdam. En dus ik ben advocaat van beroep. Dat is hetgeen waar ik me dagelijks mee bezig hou. En zijn dat een bepaald type zaken? Ik doe heel veel civielrecht. En dat varieert van arbeidsrecht en huurrecht. En ik doe ook bestuursrecht. En misschien kan je even uitleggen wat civielrecht is. Civielrecht is het rechtsgebied waarbij het vaak gaat om meningsverschillen tussen burgers onderling of bedrijven onderling. Terwijl het bij bestuursrecht vaak gaat om een conflict tussen de burger en de overheid. Ik bedien veel MKB, meer een klein bedrijf, dus dat gaat dan om ondernemingen, kleine cafés, bakkerijen, et cetera, die dan enerzijds conflict kunnen hebben met de gemeente, als het gaat om vergunningen, maar ook met werknemers of de verhuurders. Dus daar komt dat civiele recht aan kijken. En waarom heb je nou voor deze kant van het recht gekozen? Dit zijn de rechtsgebieden die mij het meest aantrekken. En waarbij ik het gevoel heb dat ik mensen het beste kan bedienen. Misschien denken mensen ook wel dat een advocaat heel veel verdient. Is dat altijd zo? Ja, een advocaat verdient heel veel, maar hij krijgt het niet altijd. Oh, dat vinden mensen in meer beroepen, denk ik. Nee, maar het is wat je er zelf van maakt. Ik ben ondernemer, dus het is wat je er zelf van maakt. Maar uiteindelijk gaat het niet alleen maar om geld verdienen. Het gaat het belangrijkste dat je werk goed doet en dan komt de rest vanzelf. En heb je nou nog dromen voor de toekomst? Nou, ik ben niet echt een dromerig type. Ik doe niet aan dromen. Weet je, ja, misschien 's nachts, maar die vergeet ik altijd. Maar uiteindelijk in het echte leven gaat het niet om dromen. Gewoon dingen nastreven, doelen nastreven, ambities nastreven. En merk jij nou de gevolgen van de crisis, ook in die branche? Nou, uiteindelijk, je merkt het overal. En je merkt ook aan cliënten, want ik zeg, ik bedien veel MKB. Dus dat het gewoon slechter gaat, minder is dan voorheen. Dus die zijn ook wat zuiniger en die kijken toch ook, die letten ook op de kleintjes. En uiteindelijk merk je dat dan ook. Nou, je merkt dat mensen het eerst langer zelf proberen op te lossen voordat ze naar de advocaat. Echt inderdaad niet anders kan, dat ze dan echt, maar dat ze dan ook heel, dat merk je ook wel aan de afspraken die je maakt onder welke voorwaarden je het dossier oppakt of de zaak aanneemt. Ja, ik bedoel, bezuinig op de tarieven, et cetera, of een vaste prijs afspreken. Maar in ieder geval, er zijn verschillende manieren waarop je inderdaad merkt dat de ondernemers het op dit moment zwaar hebben. En heb je er vertrouwen in dat het ook weer aantrekt? Zolang er mensen rondlopen, wordt er gegeten, kleren gekocht en uiteindelijk komt het dan denk ik een keer goed. Ja. Het gaat nu iets minder, maar dat hoort erbij. Ik denk, door de slechte tijden leer je de goede te herkennen en waarderen. De koffie is op, de kaart ligt klaar. Aan jou om een nieuwe plek te prikken. Amsterdamse Straatweg, dat lijkt me wel, daar zijn jullie nog niet geweest. Nee, klopt. Die is heel lang, dus. Nee, maar ik doe het in de buurt. Ja. Die twee restaurants, voor het geval de bewoners niet wordt toegelaten. Nou, dat is mooi, maar we hopen toch gewoon dat we ergens binnenkomen. Je moet overal voorbereid zijn, dus dat is mijn plekje voor de volgende keer. Dank je wel. Ik wens jullie heel veel succes en plezier. En dankjewel voor de gastvrijheid. Jullie bedankt voor jullie komst. Ja. Thank you very much. Yes. Yes?